het gebed zorgt ervoor dat je in het paradijs komt. Als jij 5 keer per dag bidt, als je 5 keer per dag afsluit van iedereen en zegt: ik ga mijn gebed verrichten zoals het hoort en op tijd en in jamaa, voor de mannen en voor de vrouwen is het thuis genoeg. Je moet, als je gaat beginnen met het gebed, in je gedachten hebben dat Allah naar jou kijkt. En dat jij Allah laat zien dat je het gebed goed doet, goed verricht zoals Hij het wil. Dus wat ga je doen? Je gaat je presteren. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: alladhi tafutuhu salatul asr. Wie salatul asr niet op tijd heeft verricht, فَكَأَنَّمَا مُتِرَ مَالُ وَأَلْ. Niet op tijd verricht is te vergelijken met iemand die zijn eigendom, zijn vrouw, zijn kinderen heeft kwijtgeraakt. Jullie gaan Allah zien. لَا تُضَامُونَ فِي. Jullie gaan niet elkaar duwen. Kijk, als je iets wil zien en het is druk, dan gaan mensen zo doen en die een dient zo, ik wil even kijken. Gaat niet gebeuren. Iedereen kan Allah zien zonder dat er werd gedeeld. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Beste broeders en zusters. Vandaag wil ik inshallah even stilstaan bij een onderwerp waar niet veel mensen over hebben in de Ramadan. Wat belangrijker is dan het vasten, namelijk het gebed. Waarom het gebed? Een paar dagen geleden werd ik gebeld door een vrouw. Ze zei: ik ben getrouwd met een bekeerde man van 30 jaar. En we hebben kinderen, 2 dochters en 1 zoon. In ieder geval de kinderen, de jongste is 19 jaar. En de rest 27, nee, 30, zoiets. In ieder geval, ze maakt zich zorgen dat haar kinderen niet willen vasten. Moslims, ja, moslims. Moeder moslim, vader moslim. En de kinderen willen niet vasten. Toen vroeg ik aan haar: bidden ze? Ze zei: nee, ze bidden ook niet. Ik zei tegen haar: ja, je maakt je druk dat de kinderen niet vasten. Maar hoe zit het met het gebed? Het gebed, door het hele jaar bidden ze niet. Nu maak je je druk om het vasten. Vasten is belangrijk. Maar hoe zit het met het gebed? Vandaar dat ik dacht bij mezelf, het gaf me een soort tik. Van misschien moeten we nu wel de nadruk gaan leggen op het gebed. Want over 15 dagen of meer of minder is de Ramadan voorbij. Dan blijft het gebed in Ramadan en buiten Ramadan. Wat ik ga doen vandaag en waar ik over wil gaan hebben vandaag, ik wil even stilstaan bij het belang van het gebed. Hoe belangrijk is het gebed? En daarna wil ik gaan praten over het muhafadha al-salah. En daarbij wil ik het hebben over de tijd. Dat je op tijd hoort te bidden. Salat al-jama'a. Maar ook hoe je het gebed hoort te verrichten. Ik ga dat bekrompen doen. Want het praten over het gebed, het uitleggen alles over het gebed, zal natuurlijk heel veel tijd in beslag nemen. Maar ik wil kort en bondig zijn wat dat betreft. Beste broeders en beste zusters, hoe lang denk je dat je leeft in het wereldleven? Hoe lang leven de mensen? De profeet heeft gezegd: gemiddeld leeftijd van mijn umma is tussen de 60 en de 70. Gemiddelde leeftijd.
leden te succesvol zijn. Maar laten we voorstellen dat je 120 jaar gaat leven. 950 jaar gaat leven. Noah alayhis salam heeft 950 jaar geleefd. Dan is het nog steeds kort. En binnen de wiskunde rekenen, als je 100.000 jaar leeft, of miljoen jaar leeft, en je vergelijkt dat met het eeuwige leven in het hiernamaals, dan is miljoen jaar nul. In wiskunde, 100 miljoen jaar is heel ver. Maar als je dat gaat vergelijken met het eeuwige leven, dan is miljoen jaar nul is. En als we kijken in de overleveringen van de profeet sallallahu alaihi wasallam, dan vinden we verschillende ahadith die het hebben over het gebed. En waarin iets duidelijk staat. Wie 5 keer per dag bidt en hij houdt zich vast daaraan en hij verricht het gebed zoals het hoort, dan is hij verzekerd van het paradijs. 5 keer per dag bidden, zoals het hoort, en dan ben je echt verzekerd van het paradijs. Want als ik dat weet, dan leg ik de nadruk daarop in mijn leven. Concentreren in je leven dat je het gebed verricht zoals het hoort, en zoals de profeet het heeft verricht en op tijd, en daar gaat mijn prioriteit nummer 1 in mijn hele leven. Want ik weet dat ik het wereldse leven zal verlaten. Ik ben nu bezig aan het duidelijk maken hoe belangrijk het gebed is. Je leeft 100 jaar. Op een gegeven moment wordt je ziel ontnomen. Dan kom je in je graf. Denk aan de mensen die nu in begraven zijn. Denk aan de metgezellen die 1400 jaar geleden zijn overleden. Jij komt ook daarin te staan, te liggen. Er komt een dag dat je in een graf komt. En dat je daarin verblijft. En dat je niet weet wanneer en hoe lang je daarin zal verblijven. Dat moet je weten. Dan komt een andere dag waarin je wordt opgewekt. Precies zoals jij bent geboren. De profeet heeft gezegd: Yunshalun nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan u'la. Op de dag des oordeels worden de mensen opgewekt zonder schoenen, zonder kleding en opgestegen. De mannen en vrouwen, ja, de mannen en vrouwen. Aisha radiallahu anha zegt: Ya Rasulallah, الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فرعون المن كيف نرى الكعب فبيسوع اسم جاي تشفير تستخدم ذا التي دينت وعيش تجيت المومنت التي جاي دينت كي خانا الفرع كيك وفدت الفرع دار المن هات كيك أنا إلى صنف أشتكون عيدة سعي كما بدأنا أول خلق نعيده سأصبحت إيش شخبي زي بخونا gaan wij deze mensen allemaal laten opstaan. Tijd. De afrekening. Je krijgt je rapport. En de afrekening gaat niet zomaar beginnen. Niet zomaar. Want je zult op een dag staan. Een dag die beschreven is. Beschreven in de sunna. Geschreven is in de Koran dat het een dag miqdaruhu 50,000 sanen, ongeveer 50.000 jaar, een dag, één dag. Je zult staan en je zult heel lang blijven staan en je zult gaan zweten totdat het zweten
jouw nek bereikt. En dan weet je echt niet wat er met jou gaat gebeuren. En dan ben je alleen maar bezig met jezelf. En dan let je alleen maar op jezelf. Dan ga je niet bezighouden met die of die of die of die. Zoals dat in het wereldse leven gebeurt. En dan zullen de mensen helemaal staan. Dan willen de mensen dat de afrekening begint. Ze willen heel graag dat er nu iets komt, iets gebeurt. Afrekening. En dan zullen ze naar de profeten gaan, naar Adam. Eerste mens, eerste profeet. Die gaat zeggen, nefsi, nefsi, ik. Ga naar Noor. Hij is ook bang. Hè? Terwijl we weten dat de profeten en boodschappers verheugd zijn met het paradijs. Zegt nefsi, nefsi, ik. Dan gaat hij zeggen tegen de mensen, ga maar naar Noor. En ze lopen naar Noor. En dan zegt Noor, nefsi, nefsi, ik. En ieder profeet stuurt naar een ander profeet. Totdat ze bij de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam komen. En als ze bij hem komen, dan zegt hij, Ana laha. Ik ga het doen. En hij gaat knielen voor Allah. En hij gaat Allah lofprijzen. Met lofprijzingen die niet eerder zijn genoemd. Totdat Allah hem gaat roepen, ja Mohammed, isfa' tushaffa' sal tu'qa'. Isfa' betekent, doe je voorspraak. Je zult verhoord worden. Vraag wat je wilt, je zult het krijgen. En dan zal Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zeggen, ummati, mijn gemeenschap. De eerste gemeenschap waarmee de afrekening gaat beginnen is de gemeenschap van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Zij zullen de eerste zijn, zij zijn de laatste nu. En zij zullen de eerste afgerekend worden. Zij zullen op de eerste het paradijs binnentreden. En dan begint de afrekening. Je krijgt je boek van daden. En om duidelijk te maken hoe belangrijk het gebed is, het eerste waarna je wordt gevraagd op de laatste dag, is het gebed. Nadat je zo lang stond te wachten op dat de afrekening gaat beginnen, nu is de afrekening begonnen. En het eerste waarna je wordt gevraagd, is het gebed. Kun je nagaan, beste broeder, op dit moment, op die dag, in die omstandigheden, wanneer je wordt gevraagd over het gebed, en dat jouw gebed niet goed is. Of dat je nalatig was. Of dat je gemakzuchtig was. Hoe zou je je voelen? Op dat moment dat je tegenover Allah staat, en dat Hij jou vraagt over het gebed, wat ga je tegenover Allah zeggen? Wat als jouw gebed goed is? Hoe zou jij je voelen? Hoe gelukkig zou je dan zijn? Want als het gebed goed is, dan zal de rest wel goed zijn. Het is een moment om even te schakelen naar de laatste dag. Naar het moment dat je tegenover Allah staat en dat je wordt gevraagd over het gebed. Hoe ging je daarmee om? En ik wil nog een stapje verder. Jouw gebed kan betekenen dat je in het paradijs komt. Paradijs, wat is dat eigenlijk? Wat is het paradijs waar wij het over hebben? Paradijs, als ik daarover denk, mijn hart, mijn gedachten gaan vooral naar dat ik heel graag de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wil zien. Ik wil hem heel graag zien. Want ik weet dat in het paradijs de profeten daar zullen zijn.
Je wil heel graag de profeet Ibrahim zien, de vader van de profeten. Ik wil de boodschappers van Allah zien. Wat voor mensen waren ze? Hoe zien ze eruit? Ik wil met ze praten, ik wil met ze zijn. Maar wat ik ook graag wil zien, de metgezellen. Ik wil Abu Bakr zien. Ik wil Omar. Wat ik zoveel heb gehoord, ik wil hem zien. Ik wil weten wat hij was. Wie hij is. Wat voor persoon was hij. Alleen de gedachte dat ik met die mensen wil zijn. En met hen wil leven. En eeuwig. Niet voor 60 jaar of 50 jaar. Geeft mij de kracht en de moed om hard te werken. Om mijn best te doen. Om Allah tevreden te maken om met hen te zijn. Want ik wil bij de beste zijn en met de beste zijn en bij de beste behoren. En je bent in het paradijs moslim, wat er allemaal daarin is. Zit er een hele grote, mooie gunst. Er is geen gunst beter dan deze gunst wat ik zo meteen ga noemen in het paradijs. Als de mensen in het paradijs, van het paradijs, in het paradijs zijn. En het is klaar, mensen van de heel zee in de heel worden geroepen. Dat Allah een belofte heeft gemaakt. En hij wil zijn belofte nakomen. Mensen van het paradijs zullen zeggen, wat voor belofte eigenlijk? We hebben het paradijs. We zitten in het paradijs. We hebben alles gekregen wat we willen. We willen niks meer. Hij zegt, er is een belofte gemaakt. Het aanschouwen van Allah is waarheid. Dat jij Allah subhanahu wa ta'ala gaat kijken, gaat zien. Dat je je schepper mag aanschouwen. Allah zegt, wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira. De mensen die Allah gaan aanschouwen, dat zijn de mensen van het paradijs. Er is geen gunst mooier is dan het aanschouwen van Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet zat met de metgezellen en hij zei tegen hen, zet haar op naar de boek.